Hoi allemaal en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Roblox spelen, omdat we dat superleuk vinden. Vandaag gaan wij games spelen die wij er super weird uit vinden zien, toch? Dat is een beetje de bedoeling van eigenlijk vandaag. Eigenlijk gewoon games waarvan we denken, die willen we dus niet spelen, die gaan we dus wel spelen vandaag. Want waarom niet? Hè? Ja, kijk bijvoorbeeld Rainbow Friends en Brookhaven, dat is allemaal wel vrij duidelijk. Maar er staan zoveel spellen tussen waarvan ik denk, wat de fuck is dit? We gaan lekker inhoppen in de game. Doe vast een duimpje omhoog. En laten we gewoon lekker beginnen. Oh, vergeet trouwens niet te abonneren. Doei. We gaan door. Het ding is trouwens, we gaan om de beurt een game uitzoeken. Maxine, begin jij maar met alvast een game uitzoeken. Ik zie al dat jij iets hier stiekem hebt gespeeld. Ja, ik heb dit gespeeld, omdat ik me verveelde. Ik zie hier heel veel spannende... wat is dit nou weer, joh? Wat is die buik? Met Barry's Prison Run. Dit klinkt echt super scary. Tussen haakjes, happy new year. Ja, het is al lang nieuwjaar geweest. Maar ja, weet je, boeien. Oh, het is zo'n diepe navel. Zo eentje waar je heel je hand in kan stoppen. Ja. Easy of hard? Hard. Hard gelijk, hè? We doen het the hard way. Nee, dat het best moeilijk is. Hij komt waarschijnlijk achter je aan. Wat is de bedoeling? Oh, het is hij. Oh. Je moet ontsnappen, denk ik. Oh, wacht, we zijn nog niet begonnen, joh. Scheid je nou weer. Je moet dat bed op, denk ik. Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet wel fout. Moet je nou via die pijp aan de muur naar dat, naar dat ding luister, komen? Luister, een gevangenis escapen is niet makkelijk. Oh, dit hè? Valt zo niet op. Eerlijk? Dit valt echt niet op, ik zweer. En dan moet je tikken. Oeh, ziels gaan dan hier. Oh, dit ziet er best wel leuk uit. Dit is een soort van gek parcours. Oh. Je kan dus blijkbaar dus doodgaan. We hebben wel op hard geklikt, hè? Dus het is wel. Neem even je tijd. Het gaat hier wel om je vrijheid, hè? Sorry. Je vrijheid. Oké. Je hebt maandenlang in dat hokje gezeten. Dan moet je even uit nu. Ik mot eruit. 3, 2, 1. Daar! Hoe doet zij het? Oh, ze sterft ook al als ze erop springt. Oh, dat rode ding mag je niet aanraken. Ah, jij zegt het dan meteen. Huh? Kijk, hier, aangeraakt. Huppakee. Ja, maar kom op, dit is toch geen leuk spel? We hebben ook hard gekozen. Je probeert het nog 3 keer. Oké, dat is wel specifiek. Ah! Ja, oké, dat moet niemand agressief. En nu? Je fucked it up again. Ja, maar eerlijk. Dus... Oké, nog 1 keer en anders gaan we naar easy. Oké, we gaan naar easy. We gaan er even naar... Nee, rotten. Ja, opgedonderd. We gaan het gewoon helemaal niet spelen. Oké, ben ik sowieso helemaal klaar mee. Ja. Oké, volgende. Oh, nu mag ik kiezen. Nu mag ik kiezen. Ja. Spider. Ja. Oh, je speelt ook in een team. Dat vind ik leuk. Het is wel heel serieus, hè. We gaan nu weer van tafel zitten. Oh, er komt een staaf. Er komt een spin naar beneden. En we moeten nu gaan kijken wie die gaat bijten. Dat zijn wij natuurlijk weer. Oh nee, dat zijn wij niet. Nee hoor. Moet ik nog iets doen? Of? Ja, dat vraag ik. Nee, je moet zeker gewoon wachten. Oh, hij bijt hem. Oh, nee. Oh, ja. Oh, hij What the fuck is dit? Iemand is de uitverkorene. Iemand is degene die de rest moet gaan zoeken, denk ik. Ja, en dan, ja, maar het kan dan wel... Hij is denk ik dan wel slecht, degene door de spin is gebeten. Zou hij namelijk niet echt... Hoe heet dat spelletje ook alweer met al die ruimtepoppetjes? Dat je dan... Among Us. Among Us. Nee. Ik weet het soort Among Us Nee, want je ziet dat hij het was. Je moet even naar binnen. Oké. Het horrorhuis. Moeten we hem nu zoeken of zo? Ja, je weet al wie het is. Oh, ik kan een soort klimmen, oké. Kan ik dit openmaken? Oh, ja. Oh, je moet dus dat trappetje vinden. Ja, je moet het trappetje... Hij zit waarschijnlijk verstopt! Er stond net, I think I saw something outside. Dus misschien moeten we even buiten kijken. Die gast is de spin. Die moet je gaan zoeken. En zij hebben allemaal die sleutel... En daar zijn ze. Hij is ergens. I think the spider is outside. Ja, dat lijkt mij ook best wel. What the fuck? Oh, hij heeft je gepakt! Ik zit in de... Oh shit, hij is hier! Oh, what the fuck? Wat is dit? Oh! Dat is een kaal. Zijn hoofd zit ook op die spin. Het is leuk. Oké, okay, volgende. Dit geef ik wel een best hoog cijfertje. Ik geef het een... zekere... 8,5. Wat wordt het? Wat wordt het? Mega hide and seek. We hebben nu allemaal van die hide and seek spellen. Pick a side, dit wil ik doen. De portal is open. Go on in. Alsof het heel gezellig is. Oh, wat is het leuk. Dit is wel leuk. McDonald's of Burger King? Nou, ik kies wel McDonald's. Ik ga nooit naar de Burger King. Ik vind het ook niet heel geweldig. Mm. Ik
McDonald's eigenlijk ook niet echt de shit, maar... Je moet dingen kiezen dat andere mensen zouden kiezen of niet. Denk je? Ja, wacht, waarom zijn we hier? Oh, oh! Nee, oh, dat is die kamer. Oké. Okay. Dat was zo niet duidelijk aangegeven. Oké. Okay. Laat ons gewoon kiezen, what the fuck? Waarom moeten we zo'n stomme... Daar sta je dan. Daar sta je dan. Hey. Nou, oké. Okay. Welke beter? Raining marshmallows, raining skittles. Nou, geef mij maar marshmallows. Dat is veel Heerlijk. Lekkerder. Er zijn gewoon mensen voor skittles, maar marshmallows zijn echt veel beter. Maar moet je per se kiezen wat de rest ook kiest? Ja. Oh, wow. Hebben we het gehaald? Nou, mogen we niet even een eigen mening hebben of zo? Dan gaan we, ook niet dan gaan we voor skittles, prima. Zou je liever een extra... Ja, in extra vinger denk ik dat mensen eerder zouden kiezen, toch? Mensen zouden geen extra teen kiezen. Dat denk ik ook. Extra vinger, hè? Extra teen heb je ook helemaal niks aan. Ja, extra vinger. Daar kan je echt superveel meer mee. Ah, maar even serieus. Een extra vinger. Of een extra teen. Zou je, zou je echt voor extra vinger kiezen? Als je ervoor moest kiezen? Nou, het is wel lelijk, maar het zou wel ziek zijn. Heb je wel een extra vinger? Ja, het is wel ziek. Yo, hoeveel vingers heb jij? 5. Oh. Ik heb er 6. Denk het dat het ik heb er 6. Het is een beetje afknappend is. Marvel DC. Ja, sorry, maar als mensen nu voor DC gaan... Ik geloof dat niet. Mensen kennen DC niet. Marvel! Ja, heel veel mensen denken namelijk dat Wonder Woman en Batman en zo ook allemaal van Marvel zijn. Koud of warm? Sorry, wie gaat er nou in koud? Broer, dit is echt de makkelijkste vraag ooit. Als nu dit niet goed is... Nee! Oh shit. We horen hier niks. Dat is... Fuck je. Nou, het is gewoon... Zie, het is wel Squid Game. Dan gaan wij nu niet... Ja. Ik vind ze allebei goor. Ik denk dat meer mensen... Maar ik vind spinnen enger, omdat ze klein en onverwacht zijn. En slangen, die zijn gewoon pijnlijk als ze bijten. Ik denk dat meer mensen op spiders hebben gestemd. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Zijn we bijna bij het einde? Ik denk het wel. Laatste keer, anders kap ik je mee. Oh, waarom deed je dat? Ja, omdat ik dacht, oh kut, ik val eraf. Maar dat was natuurlijk niet zo. Als we nu deze fout hebben, hè, dan moeten we heel dat klote parcours weer opnieuw doen. Welke zou je het liefst als eerste horen? Het goede of het slechte nieuws? Ik het slechte, want als je dan het goede erna hebt, dan eindig je met goed nieuws. Nee, maar iedereen heeft op goed nieuws gestemd. Oké, nu ga ik op jou, als het fout is, hè, mag ik een oorpieken jij al geven? Nu mag ik een jou geven. Dat was echt een goede tik. Er echt niet bij. Je hoorde hem wel. Oké, we gaan even een ander spelletje uitkiezen. Oftewel, ik ga een ander spelletje kiezen, want jij hebt het net uitgekozen. Oké, maar we horen wel bij elkaar als team, weet je. Oeh, die van Squid Game, die bridge. Oeh, jij bent. Jij bent, hè? Dit is jouw game. Oké. Rechts. Okay. Rechts. Links. 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 Ja? Ja. Kan je niet gewoon op het middenstuk doorlopen? Maar... Oh nee, waarom doe je dat? Tuurlijk niet, dat is toch heel het spel weg? Rechts, rechts, links. Hoe zijn mensen zo je ver? Je moet onthouden. Rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts. Links, 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 links. Wat doe ik even vrij? Ja, links. Nog een keer links en dan is het weer rechts. Wacht. Rechts. Rechts. Links. Links. Oh. Oh mijn god. Shit. Links. 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 Sorry. Iemand. Oh. Oh nee. Oh. Oké. Okay. Oh. Oh. Dit is echt het laatste spel dat ik ga spelen. Want als dit nu niet werkt, dan schreeuw ik mezelf een ongeluk. Oh! Oh. Gaat er ook echt weg, echt. Ja, maar hij komt weer terug. Waarom blijft hij erop staan? Oh, we zijn er bijna! Ah, jackpot! Ja! Ga snel. Oh my god, we zijn er bijna! Ah, ik zie de jackpot al voor.
De laatste. Als je er nu afvalt, hè? Dan ga je gek doen. Echt. Maar ik denk dat de allereerste de jackpot gaat krijgen. Dus ik denk als wij als eerste nu gaan en we hebben het goed, dat we dan wel. Zullen we het gewoon doen? We wachten nog 20 seconden, oké? Okay? 30 seconden. Nee, ja. 10 seconden, anders gaan we zelf, oké? Okay? 10. 9. Wat kant gaan we dan? Het eerste paar. Rechtdoor. 7. Sfeer, nee. Rechtdoor? Ja. Denk ik wel, ja. Nee, ik wil niet. 6. We zijn nu helemaal hier, hè? Maakt niet uit. Anders sluiten we heel de cut game af. Oh. Oh, ik zei het, ik zei het! Hé, 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 oh! Oh! Kijk het geld, kijk het geld. We hebben de jackpot gewonnen. En nu? Een goede auto. Mogen we door die deur heen nu? Wat is nu de bedoeling? Oké, ze gaan me nu vertellen dat ik heel mijn leven heb geriskeerd hier. Oh, we kunnen door. Oh nee, ik heb geen zin in nog een spel. Nee, we gaan dit nu echt even afsluiten. Ja. Nou, lieve mensen, dat was maar weer een potje. Nou, meerdere potjes. Roblox! En we hebben zelfs de winst, de dikste jackpot ever in ons handen gekregen. Dus we waren bijna een paar keer dood, maar hey, we hebben wel gewoon een zieke jackpot gewonnen. Daar ben ik echt heel blij mee. We hebben er waarschijnlijk ook helemaal geen kut aan. Welk spelletje vond jij het leukst? Die laatste is gewoon grappig, omdat we wonnen. Dat spiderspel is misschien het leukst. Ja. Maar dat komt omdat dat het meeste inhoud heeft, waarschijnlijk. Hey, hebben jullie misschien nog tips van leuke spelletjes? Laat het even weten in de comments. En wie weet spelen we jouw spelletje wel de volgende keer. Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou volgende week weer. Doei doei!